Kijk eens even, wat een prachtpaardje, joh. Oh! En op deze manier krijg je dus het gouden paard van Zelda. Ja, ja, ja. In de vorige video hebben we dit hele vette paardje van Zelda kunnen fixen. Knal de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren voor dit vette paardje. En voor heel veel Nintendo-video's. Maar om Ganondorf te verslaan, moet ik misschien mijn gear wel een beetje gaan upgraden. En als ik me goed herinner uit Breath of the Wild, hebben we daar de veeën voor nodig. En laten we nou in de buurt van waar we dat paardje kunnen vinden, dat is hier bovenin, ook een feestje kunnen vinden. We gaan eens even kijken of we haar uit de slaap kunnen laten ontwaken. Hallo? Is daar iemand? Nee, nee, nee. Met een wereld vol miasmen en monsters wil ik niks te maken hebben. Mijn krachten om kleding te verstevigen haalt op zo'n plek niets uit. Het is wat krapjes, maar ik blijf liever in mijn bloemknop. Dankjewel, beleefd. Tenzij ik de zoete klanken van een hoorn hoor, kom ik er niet uit. Ik was van plan om de reizigers bij de stal hier in de buurt te helpen met mijn magie. Wat een mooi plannetje was dat, tot ik me besefte hoe akelig de wereld is. Als ik nou nog eens een hoorn kon horen, dan zou ik iets optimistischer zijn over de wereld en mijn smoeltje weer laten zien. Oh, mijn snoetje. Smoeltje in de Rotterdams, denk ik. Ik lees dat automatisch. Maar tot die tijd blijft deze knop dicht. Dus we moeten op zoek naar muzikanten. Nou, lekker dan. Nou zijn er vaak wel muzikanten bij herbergen. Dat zie je altijd in films, toch? Oh, kijk. Deze man zei wat... Die troepaardoers. Ik wil je niet teleurstellen na zo'n lange lijst, maar de troepaardoers zijn er op dit moment niet. De troepaardoers, reigers komen vaak speciaal naar deze stal om ze te horen spelen. Zie je, ja, dat klinkt als muzikanten. Ze zijn hier vertrokken en zijn nu in het noordoosten van Hyrule bij de woudstal in Eldin. Zonder de muziek van de troepaardoers heeft zelfs de grote vee die altijd reizigers zegent zich in haar bloemknop verstopt. Oké, dus we moeten naar de woudstal. Dat is volgens mij in het begin, toch? Ja, dat is deze. Oké, daar zijn de troepaardoers. Hallo, hoe zijn jullie? Oh ja, jullie zijn de muzikanten, denk ik, hè? Oh, Pen is hier ook mee bezig. Die zegt, kun je hem iets vertellen over de nacht waarop de grote vee zichzelf besloot te verstoppen? Het gebeurde in ieder geval niet lang na de ontwrichting. De grote vee liet zich niet meer zien en begon ons te maken. En toen we haar een bezoekje wilden brengen om te kijken of alles goed met haar ging, kregen we een ongeluk. Een verschrikkelijk verhaal. Er sprong namelijk ineens een vrouw met blond haar voor onze kart. Paard schrok ervan en is er vandoor gegaan. Maar een veel erger lot is een van onze leden van de muziektroep, wat zeg ik één, een erelid overkomen is. Sommige wielen van onze oude huifkar, onze vuifkar zijn nu kapot. Zonder de kar kunnen we onze instrumenten niet vervoeren en zonder instrumenten kunnen we niet optreden. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar sindsdien is de grote vee ergens bang voor en heeft zich verstopt in een knop. Komt door die vrouw. Ik weet zeker dat die vrouw de grote feest heeft aangedaan. Wie er zomaar na een ongeluk vandoor gaat zonder ook maar een sorry of wat dan ook te zeggen, is niet in de haak. We weten niet waarom de grote feest zich even stopt, maar misschien kunnen we haar opvrolijken met de optreden. Ja, dat is de bedoeling. Dan kan ik mijn gear upgraden, kunnen jullie muziekje maken, is iedereen blij. Maar ja, de vijfkar is kapot, dus ze kunnen de instrumenten niet vervoeren. En Pen die denkt, de blonde vrouw. Is dat Zelda? We moeten de waarheid achterhalen en aan de grote feest zelf vragen wat er is gebeurd. En de grote feest is op die heuvel daar. Nou, dan gaan we toch gewoon even deze muzikanten helpen. Het paard is weggerend en de vijfkar is kapot. Dus we moeten het paard vinden en we moeten de kar maken. Nou, toevallig zie ik hier weer wat wieltjes. Ja, kijk, hop. Nee. Link, hoe moeilijk kan het zijn, jongen? Het is nog best lastig om zo'n wiel goed aan die kar te doen. Ja, kijk. Hè. Oh, we hoeven het paard niet eens te zoeken. Ik kan natuurlijk die kar zelf trekken met mijn paard. We gaan zelfs met Zelda, het paard van Zelda. Oké, en dan, hoe moet dit? Moet ik hier een tuig aan doen? Oh, kijk, ja, misschien dit sleeptuig. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik dit gebruik. Meestal loop ik gewoon overal naartoe. Oké, dan kunnen we dit sleeptuig denk ik hier aan vastmaken. Zo? Ja. Oké. Let's go, Zelda. Daar gaan we. Ja, nice dit, nice. Ik breng je muziek, grote vee. Violin die zegt bedankt. Komt helemaal goed nu we er zijn. Kom op, maestro. Tijd om ons voor te bereiden op het optreden. Laten we ons best doen voor de grote vee. Ja, dit is wel cool. Ik hou wel van de viooltje. Ik vind een viool best een mooi instrument. Ik kan het zelf totaal niet spelen, nooit geprobeerd ook. Maar ik kan er wel van genieten. Dus geniet van dit mooie vioolspel. Voor de grote vee. Love it. Oh, kijk. Ja hoor, daar komt ze weer. Wat ziek idee. Komt u maar hoor. Durf je er toch aan in deze donkere, boze wereld vol miasma? Grote vee Terra. Daar is ze hoor. Dit muziekje. Zo bekend. Dit deuntje. En daar is ze hoor. En de maestro die is er ook blij mee zo te zien. Wow, Violin, kijk. De grote vee. Ja, ze is echt prachtig. Wie is dat?
Oh, dat is Pen. Het is je geluk, collega. Ik zag dat de bloemknop zich opende en ben gauw hier naartoe gesneld. Dus zij is de grote vee. Ah, ik hoorde dat harmonische geluid en ik moest de knop wel verlaten. Maar wat ik nu zie is totaal anders dan wat Prinses Zelda mij verteld heeft. Ze zei dat de wereld zich vulde met miasma en monsters. Ik dacht dat ik me maar beter kon verstoppen. Ah, dus hier is die gekke Ganondorf vermomd als Zelda ook weer langs geweest, hè? Maar nu ik erover nadenk, kreeg ik een buitengewoon vreemd gevoel van die Prinses Zelda. Er komt nog bij dat het nacht was en ik in het donker haar gezicht niet goed kon zien. Misschien was het wel iemand anders. Ze leek op Zelda, maar het was niet Zelda. Hoe is dat mogelijk, zegt Pen. Dit verhaal is nog mysterieuzer dan we dachten. Maar het is groot nieuws dat de grote vee tevoorschijn is gekomen. Ik moet opschieten en er gauw een artikel over schrijven. Yo, is goed, Pen. Ga jij lekker schrijven, man. We hebben weer wat verdiend. Monies. En dit is van Tracy. Het klaverbladstof. En het lijkt gebruikt te kunnen worden om een zweefcel te maken. Oh, kan ik dan het uiterlijk van mijn zweefcel veranderen of zo? Ja, in Hateno's verfwinkel in Ecluda werken ze nu ook met stoffen. Maar mevrouw de Vee, ik wil heel graag dat jij mijn gear verbetert. Oh, Violin die heeft het nog even over de muziektroep. Ik dacht dat onze muziektroep uit elkaar was gegaan omdat iedereen het geluid van mijn viool zat was. De maestro zegt helemaal niet, Violin. Jouw viool klinkt zo fantastisch dat het zelfs het hart van de vee kan raken. En nu durft ze met meer zelfvertrouwen te spelen. Er zijn nog meer grote veeën. Laten we hen ook met onze muziek opvrolijken. De troepardoers zijn terug. Yay. Ze hopen spoedig samen met de hele muziektroep te kunnen spelen. Oké, nou dan zie ik jullie bij de andere grote veeën, denk ik. De grote vee zegt, wist je dat we met z'n vieren zijn? Ik heb gehoord dat mijn zussen zich ook in hun bloemknoppen hebben verstopt. Oh, kijk. Mia is bij de stal in Hebra. Daar waren we net. Kaisa is bij de stal op de Hyrule-vlakte. En Kotera is bij de stal in West-Necluda. Ik maakte me zorgen om hem, maar nu ik weet wat de muziektroep van plan is, voel ik me weer beter. Als je de bloemknoppen van mijn zussen vindt, wil je die dan alsjeblieft ook aanspreken? Maar zal ik je kleding verstevigen? Ja. Graag. Ik denk dat we voor het Hylianse harnas moeten gaan. Let's go. Ik heb genoeg materialen om dit allemaal te doen. Oh, het kost me wel 10 roepies. Ik hoop dat ik ook genoeg roepies heb. Maar kijk, dit is lekker man, dit is lekker. Misschien kunnen we op die manier Ganondorf straks beter verslaan. Als je een volledig set krijgt die 2 keer is verstevigd, krijg je sommige sets een outfit bonus. Nou, laten we even lekker blijven verstevigen. Hoppakee, het Hyliaanse harnas is ook verstevigd. Pure perfectie. Oké, doei. Tot de volgende keer. Maar dit is wel lekker, want nu ben ik echt veel sterker. Nu heb ik 21 kracht. In plaats van 9 of hooguit 13. Maar waar is Zolda nu? Oh, die is gelukkig gewoon in de stal. Oké, maar laten we nu hier naar deze veeënbron gaan. Ik denk dat we dan eerst weer naar de stal moeten. Waarschijnlijk zijn de troepaardoers hier zo. Ja, ik hoor al muziek hier. Ja, kijk hier. Hallo. Dan moeten we dus helemaal daar naar boven. Deze vee is dol op het geluid van Ieper. Maar Ieper is er op dit moment niet. Een reiziger uit Farron, ten zuidoosten van hier, heeft blijkbaar in de buurt van de Farron-stal iets gehoord dat leek op het geluid van een fluit. Dus dan moeten we naar de Farron-stal. Helemaal onder in de map. Ik hoor het. Waar ben je? Zit je hier in de boom? Ja. Hallo. Hey, je bent duidelijk met een doel in deze boom geklommen. Ja, hoor jij bij de band? Hoor jij bij de troepardoers, meneer? De troep komt weer bij elkaar. Wat leuk om te horen. Ik was er ooit deel van, maar ik ben bang dat ik nu met iets anders bezig ben. Dat wil ik eerst afmaken voordat ik besluit of ik me weer bij de troepardoers aansluit. Kan je het hele verhaal wel vertellen? Maar laten we eerst naar de grond gaan. Ja, goed plan. Straks valt er iemand uit de boom. Dat ene verhaal. Heb je het van iemand bij de stal gehoord over de brand in het bloemenveld? Kijk, je ziet, het is hier eenmaal verschroeid. Dat heb ik per ongeluk gedaan. Ik wilde iets aardigs doen voor Heidi, een vriendin van me. Ze heeft het altijd over een lichtboom die ze graag wil zien. En ik heb haar beloofd dat ik die zal vinden. Het ding is alleen dat die lichtboom uit een sprookje komt. Ik zoek dus naar iets wat helemaal niet bestaat. Ik wilde Heite blij maken, maar dat plan is in rook opgegaan. Maar ik geef het nog niet op. Ik ben nu vuurvliegjes aan het verzamelen, zodat ik een lichtboom voor haar kan maken. Als ik nog 10 stilte vuurvliegjes had, kan ik een mooie lichtboom maken. Oeh, misschien heb ik die wel. Ze komen veel voor in het woud ten noorden van hier. Nou, ik denk dat ik er niet genoeg heb. Sterker nog, volgens mij heb ik er geen één. Bro, heb jij stilte vuurvliegjes? Ja, hij heeft er 3. Nou, vooruit. Oké, dus hier in het Vindra-woud of het Paalswoud, daar zouden die vuurvliegjes moeten zijn. Ja. Kijk, hier zijn er heel veel. Oh, echt zonde dat ik die gekocht heb. Kijk hoeveel hier zijn. Oké, jullie lopen wel een beetje in de weg, vrienden. Moet ik eerlijk toegeven. Oké, er zijn er toch niet zo heel veel. Zo, oh my god, ben ik nou weer gezien door iemand? Laat mij gewoon op vuurvliegjes jagen, joh. Gaan we die kerel eens even helpen om zijn vriendinnetje te verrassen, hoor. Oh, ik heb er nu opeens 19? Nou, dat is in ieder geval meer dan genoeg. Hallo, verliefde man. Hier zijn jouw 10 vuurvliegjes, vriend. Fix ik gewoon voor jou. Kan je Heite vannacht hier brengen? Als Heite aan het slapen is, mag het ook altijd een andere nacht. Ben jij Heite? Oh, lig je weer te slapen, joh. Ja, het was ook wel 4 uur 's nachts. Op zich begrijp ik het wel. Hey, jij bent Heite. Kom eens met mij mee. Het regent, ik ga nu niet naar buiten. Oh my god. Heite is nog high class ook.
Misschien moet ze High Class te heten in plaats van heiten. Ik moet regelen, dus ik ga nu niet naar buiten hoor. Neem je paraplu mee, vriendin. Jeetje, man. Aansteller. Ik ga eerst wel even in deze put kijken dan. Volgens mij is het wel een aardig grotje. Zaten allemaal sterke vijanden en zo? Dit zie ik graag. Ja, ondertussen ligt die High Class chick alweer te slapen natuurlijk. Want het is alweer midden in de nacht. Weet je hoeveel roepies me dit kost? Een geavanceerde dolk, 50 aanvalskracht bij hechten. Oké, die moet ik gaan gebruiken straks maar voor Ganondorf. Oh, dit is ook vet handig. Dit wist ik nog niet. Dat je gewoon zo op zijn rug gewoon lekker door het water kan lopen. Heel handig. Oké, zo te zien zijn we bij de uitgang. En we zijn nu op het Como-strand. Totaal niet meer waar we moeten zijn. Nou, gaan we weer slapen. Zo, Heite, ga je nou wel een keer mee? Ja, hè? Kom, rennen. Hup, deze kan mevrouw. Hier zo, onder die boom. Hier? Ja, hier. Ah! Oh, wat romantisch. Wat romantisch. Gaat hij een beetje op zijn fluitje blazen? Komen al die vuurvliegjes? Ah, dit is wel schattig. Dit heeft hij heel leuk voor elkaar, hoor. Wat cool! Ja, een mooi boompje zo. Ik ga niet liegen. Dit heb je goed geregeld, vriend. Dit is heel romantisch. Heite die zegt ook, wat mooi. Dit is nog mooier dan op het plaatje in mijn boek. Dit is precies zoals ik hem in mijn dromen heb gezien. Bedankt. Bedankt dat je me zo'n mooie lichtboom hebt laten zien. Ik voel me zo gelukkig. En Ieper zegt gelukkig dat zei ze. Heite zei dat ze gelukkig was. Wat fijn, ik heb Heite laten glimlachen. Maar één keer is niet genoeg voor mij. Ik wil haar vaker laten glimlachen. Oké, nu weet ik het zeker. Ik ga terug naar de troep Pardoers. Ik ga de beste fluitspeler zijn die er is. En dan laat ik Heite keer op keer glimlachen met mijn fluitklanken. Bedankt, zwaardvechter. Ik heb iets voor je omdat je me zo vaak geholpen hebt. Dankjewel. Als ik je weer een keer zie, laat ik je glimlachen met de optreden. Nou, dus kunnen we nu terug, denk ik, naar de grensstal. Als het goed is, heeft hij zich bij het team gevoegd. Hallo, muzikanten. Is de fluitist terug? Ja. Daar is hij hoor. Hij is teruggekomen. De troep Pardoers zijn vol energie. Ben je hierheen gekomen uit bezorgdheid om de grote vee? Ja, zeker wel. Zeker wel. Laten we daar naartoe gaan met z'n allen. Mastro die zegt dat deze vee van inderdaad de fluitgeluiden van Ieper houdt. Hij wil kijken of die op die rots kan komen, maar er ligt te veel puin. Oh jeetje, is de vuifkar weer stuk? Nou, eens even kijken of ik wat wieltjes kan vinden dan. Wacht even. Misschien kan ik deze wielen gebruiken. Is dit een plan? Ik vind het wel een goeie eigenlijk. Kijk, dit is toch top. Ga maar lekker zitten, jongens. Kijk, zo hebben we nog een stuur ook. Wat ze vlots. Oké, daar gaan we. Ja. Het werkt soort van. Gaat niet heel hard, maar het doet het wel. Oké, jongens. Hou je vast. Komt goed. Het is een beetje een ruw landschap. Komt goed. Jullie vallen niet. Nee hoor, jullie vallen niet. Kijk. Zie je? We zijn gewoon rustig aan op weg naar de grote vee. Jullie hoeven niet bang te zijn. Kijk maar eens, we zijn er alweer, joh. Hier de vioolvrouw en fluitman die een concertje aan het geven zijn samen met de orkestleider. In de hoop dat de grote vee ook hier eruit komt. Deze ziet er iets anders uit. Dit is Kajsa, de grote vee. Daar is ze. Jee! Lekker gedaan, vriend. Nou ja. Ja, we hebben dit samen gedaan. Kijk, de grote feest tevoorschijn gekomen, Ieper. Wow, ze straalt helemaal. Nogmaals bedankt. De beloning die ik voor je heb is zo zwaar dat ik me er een breuk aan til. Alsjeblieft, neem me van me over. 100 roepies. Ja, die heb ik al uitgegeven aan slapen. Zodat ik high class mevrouwtje gewoon kon fixen. Nu ik daar vanaf ben, kan ik al mijn aandacht weer op onze muziek richten. We hoeven ons geen zorgen meer te maken over de grootvee Kajsa. Maar helaas was ze niet de laatste grootvee die zichzelf naar Bloemkoolop had verstopt. We moeten er nog twee. Deze hebben we ook gedaan. Nice. En dan gaan we even kijken natuurlijk of we onze uitrusting nog verder kunnen versterken. Kajsa die vindt mij schattig. En die zegt, schattenbout, nu is het mijn beurt om je te bedanken. Als je de materialen hebt om je kleding te verstevigen, zal ik met liefde mijn kracht voor je laten werken, jongeman. Laat maar eens zien wat je hebt. Ja, kijk, ik kan de Hyliaanse harnassen nog verder versterken. Ik heb eigenlijk nog 3 Moblin harten nodig, want dan kan ik ze alle 3 versterken. Laat ik beginnen met de borstplaat, het harnas. Dit kost ook gelijk 50 roepies, dus lekker dat we net 100 roepies hebben gekregen. Kijk, hoppakee, van 7 naar 12. Lekker. We gaan ook gelijk deze even doen, de scheenplaten. En die gaan ook naar 12. Dus als we nu nog 3 Moblin harts vinden, dan krijgen we waarschijnlijk ook een extra kracht, omdat je de set 2 keer hebt versterkt. Stevig. Ik ga even op zoek naar 3 Moblins. Zo, hoppakee, gevonden. Hallo, Kajsa. Wil je alsjeblieft mijn Hyliaanse helm nog verstevigen? Ja, hier, 50 roepies.
Dankjewel. Een grote V heeft de verdedigingswaarde 2 niveaus verhoogd. Ah, nu heb ik een kracht van 36. Lekker dit. Ik begin steeds zelfzeker te worden over een battle met Ganondorf. Maar we zijn er nog niet. In de volgende video gaan we kijken of we nog verder kunnen versterken. Dus doe een duimpje omhoog als je deze tips leuk en handig vindt. En abonneer zeker op dit kanaal. Mazzel!